En moeite is vervelend, want ik bedoel, je doet liever geen moeite. En ik denk dat iedereen dat wel snapt, dat je liever geen moeite wil doen, omdat je liever lui bent. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom 2 video. En vandaag zijn wij op een bekend plekje voor heel veel Telivianen en Eredonners. Ja, ik zeg Eredonners, want we zijn bij het Telivia tolpunt, wat eigenlijk Tereon heet. Volgens mij al die namen met een T, allemaal zo vervelend. En vervelend en vervelend. Ik weet, hoe de hel kom ik hier uit? Oké. Zoals jullie weten, dat heb ik al een keer laten zien in een of andere video. Even dit doen hoor. In een of andere video. Dus dat hebben we gehad. En hier hebben we dan het fort wat daarvoor zit. Want we werden nog vaak aangevallen. Dus why not a fort? En daaraan vast is een heel dorp gemaakt. Dat is al een hele tijd. Maar dat heb ik eigenlijk... Ik zat mijn video's terug te kijken en ik had het eigenlijk nog helemaal nooit laten zien. Dus het is tijd om dit te laten zien. Dit is het fort wat ervoor zit. Maar dat is nog niet helemaal af. Er komt daar nog een toren en zo. Dus dat is eigenlijk wat hier nog alleen moet gebeuren. Maar ik ga even het dorp laten zien. Want daar gaat alles om. Alles gaat om het dorp. Want het dorp is altijd cool. Ik zie dat er ramen missen. En dat daarboven ook ramen missen. Dus dat is al gelijk een goed punt om te laten zien in dit dorp. Aangezien er nu al een beetje lags in zitten. Gewoon normale dorp. Het is heel lang heeft de bouw stilgestaan van dit dorp. Omdat we werden eigenlijk echt om de paar seconden aangevallen door Eredon. En dat was niet zo chill, aangezien je dan gewoon lekker wil bouwen. En dan word je weer in je rug boena niet. Er staat niet heel veel. Maar het is wel zo goed als af volgens mij. Ik heb laatst nog even rondgelopen in... Behalve dat huis daar dan. Want dan moet ik dan nog de ramen even inzetten. Hier heeft iemand de farm weggehaald. Want er was eerst een farm. En hier is eigenlijk het hoogste punt van dit dorp. Het hoogste punt. Niet het hoogtepunt, maar het hoogste punt. Ja, gewoon normale huisjes. Binnenkort komt hier voor de veiling. Dus hiervoor kan je hier je huisje kopen als jij dat zou willen. Als mensen nog niet weten wat de regelgeving is voor huizen in Telivia, je mag geen huizen bouwen. Je mag huizen kopen. Aangezien wij dat prettiger vinden en een mooi Telivia willen, laten wij huizen bouwen en die mag je kopen. Als je in het bouwteam zit, mag je huizen bouwen met ons. En de prijs van huizen kunnen variëren. In een stad mag je... In een stad... Ja, oké, heel even duidelijk uitleg. In een stad en dorp mag je maar één huis. Dus bijvoorbeeld er komt een stad, de stad Trintium. Mag je maar één huis. En dan... je mag meerdere huizen hebben. En dan mag je bijvoorbeeld... maar niet... dat is een betere uitleg. Je mag meerdere huizen hebben, maar niet in dezelfde stad of dorp. Dus in het dorp mag je maar één huis. In de stad mag je maar één huis. En in de andere stad mag je ook maar één huis, et cetera. Ik zal even laten zien hoe zo'n huisje hier eruit ziet. Dus dit. En dan kan je hier nog een keer naar boven. Dus 3 verdiepingen. De 3e verdieping stelt niet heel veel voor, maar 3 verdiepingen, jongens. Dus dat zijn 2 verdiepingen plus 1. Dus 3 verdiepingen. En het is een soort van stalachtig. Het zou vet zijn als daarboven nog wat haybales komen. Omdat het gewoon mooier is. Dit is het Eredonners opvangcentrum. Dit is gewoon eigenlijk een normaal huis. Maar dan met een bepaalde benaming. Ik vind de stijl van dit dorp vind ik wel cool. Omdat het anders is. Behalve, er zijn een paar huizen gebouwd die toen hetzelfde waren. Kijk, hier bijvoorbeeld, hier moet nog een heel deel komen, vind ik zelf. Omdat hier tot hier de muur gaat. Dus eigenlijk vind ik dat er hier nog een paar huizen moeten komen. Ik denk nog een stukje met een heel klein pleintje of zo. En dan is het eigenlijk wel af. Want we hebben op dit moment heel veel halve dingen lopen in Telivia. En dat vind ik heel erg irritant. Dus ik heb eventjes de verantwoordelijkheid genomen dat ik verder ging. Verder ging ja, met het organiseren dat dit afkomt hier zo. Want dit is natuurlijk wel... het moet er niet ergens aan beginnen en dan half af achterlaten.
Dit is iets waar ik mezelf ook heel erg op heb gericht de laatste dagen. Dit is de metrostations van Tulufia. Hier heb ik even duidelijk uitgelegd waar wat is. Rechts, spoor van Trintium Centraal of naar Trintium Centraal. En dan een spoor naar Eredon en een spoor naar Talgar. Dat is het dorpje wat ik een keer had laten zien van een Tulufiaan. Dat zit daarachter. En dat heb ik een keer laten zien. Dus kijk ik de vorige paar video's. Volgens mij was de titel Tulufiaans dorp. En dan kan je die daar zien. Dit is het metrostation. Ik heb het een beetje zo gelaten. Omdat ik niet weet of er meerdere stations komen vanuit alle dorpen. Wij werken met overstappen en zo. Dus dat vind ik wel grappig. Ik heb een beetje een echte feeling aangegeven. Nou, hier kun je dus niet in. Want het is de uitgang. Ik heb een duidelijke uitgang en ingang gemaakt. Nou, dit kost influence voor je. Als je infect bent uit de andere kingdom. Dus daar kunnen wij alleen op klikken. En als je graag je influence wil verrachen. Dan zou ik vooral erop gaan lopen. Of de deur kapot hakken. Nu ik jou goede gedachten heb gegeven. Go ahead. Oh shit, ik wil hem nog even wat laten zien, want... wacht. Nu ik hier toch langsloop. Dit is dan dat spoor naar dat andere plekje. Waarom zit die deur zo? Dat heb ik niet zo gedaan. Iemand heeft de deur eruit gehakt. Dick faggot. Deze deur moet zo. Ja. Oké, dit is dan zo'n spoor naar dat dorp. Oh, mooi. Nice gedaan. Dit is dan zo'n spoor naar dat kleine dorpje toe. En dit is dan een spoor naar Eredon. Waarom we dat ineens doen, I don't know. Maar blijkbaar doen we het. Dus dit is dan het spoor naar Trintium. En dat is ook wel cool, want dan hoef je niet zo ver te lopen. Want lopen kost moeite. En moeite is vervelend, want je doet liever geen moeite. En ik denk dat iedereen dat wel snapt, dat je liever geen moeite wil doen, omdat je liever lui bent. Nou, en dat was eigenlijk dit hele dorp wel. We hebben meerdere metro. Hoe is het nou? Ik moet het allemaal nog eventjes goed fixen. Aangezien dat nog niet echt een heel goed systeem heeft. Ik wil in ieder geval dat systeem wat hier is in dit dorp een beetje hanteren overal. En denk aan dat bijna elk dorp of stad zo'n punt krijgt. Als ze dat zelf willen, een metrostation. Dus vond je deze video nou leuk? Be sure to leave a like. En... subscribe voor meer Kingdom video's. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Peace out. Derde. World record. Huh? You set a world record. Met deze auto.